overwinning, maar de strijd is nog niet gestreden. Ja. Ja, het is, men praat soms over oorlogen en dan praat men over veldslagen. Je kan veldslagen verliezen. 1, 2, 3. But in the end, you win the war. You win the war. Dat is belangrijk. Ik zeg dat het boek even nooit op. En eigenlijk gaat het nu echt beginnen. En we kijken wat ze doen. Het is een kwestie van tijd. We hebben nog tijd zat voor onze organisatie. En ze zijn op, ze moeten op. Ik praat niet veel, want we kunnen ons kruid niet allemaal verschieten. Maar het echte politiek werk gaat nu beginnen. Er zijn nog een paar processen die we afwachten. Ja, en ook dat is een kwestie van tijd, dat we precies weten waar we aan toe zijn. Just a matter of time. Alle kameraden sowieso en alle kameraden hier, bedankt voor het komen. Ondersteunen. Tot nu toe, 3 jaar lang is niet kort. En ik heb uw bijstand ervaren als kracht. En nu met dit resultaat, dankzij u allemaal ook, allemaal die hebben meegeholpen, OC ook in de media, anderen die rechtsbijstand hebben gegeven. Hartgrondige dank. Ik voel me allemaal gesterkt om, het geeft me meer energie, meer overtuiging dat waarvoor wij gaan, ongetwijfeld een geweldig resultaat gaat opleveren. Daar praat ik richting waar u weet waar we naartoe gaan. Ja, en dit geeft ons allemaal maar meer motivatie. Yes, thank yes. you. Je weet, alle grote leiders in de wereld hebben in de gevangenis gezeten. Laat dat de boodschap zijn. Maar wij vanuit de fractie, de partij, dat heeft Ramon gesproken, vanuit de fractie waren we altijd heel dichtbij. We hebben de afgelopen jaren met hem gezeten. Op allerlei manieren hebben we geprobeerd van onze kant uit bij te staan. We hebben ook uw partner, mevrouw Adin, van dichtbij meegemaakt. We zijn ook geweest naar die zittingen, allemaal. En in eerste instantie, wat voor onrecht is er niet aangedaan door u en hem gelijk op te sluiten zonder dat de relevante organen, laten we het zo stellen, daarover gesproken had. Op een gegeven ogenblik, dat vergeten we niet, moest u nog verhoord worden. Maar dan kwam de president in beeld dat u al opgesloten bent. Ja. Dat soort zaken moeten we niet vergeten. Ja, toch? En daarnaast, de procedures zijn niet in acht genomen, politieke functionarissen, et cetera. En men heeft die afgerond een week opgesloten. Ja, ja. Dat soort zaken raken we niet los. Ja, dat blijft gegrift. Maar oké, we zijn zonder meer blij. Rust u goed uit. Want zoals Ramon dat zei, wij hebben niet alleen voor onszelf, maar voor ons land om weer op gareel te brengen. Ons land weer terug te nemen. Ja, hebben we veel werk te doen. En u bent op het juiste moment helemaal vrijgesteld. Dank u wel. Ja. Ik heb na lange tijd weer een sigaar mogen nemen, maar vanwege de baby mocht het niet. Dus ik wil je daarvoor bedanken. Maar wat kan ik zeggen?
Drie jaar lang hebben ze geprobeerd om middels de rechterlijke macht, het openbaar ministerie, om een van onze kameraden te muilkorven binnen DNA. En ik ben blij dat het recht heeft gezegevierd. En ik verwelkom mijn kameraad nu terug in DNA, dat we er helemaal 100% tegenaan gaan. Yes. Thank you. Ja, het gevoel nu op dit moment is bijna drie jaar terug toen hij uit het gevangen van Richelieu kwam. Om maar te bedenken dat we drie jaar verder in onzekerheid zijn gegaan, is niet onder woorden te schrijven. Ik heb haast alle zittingen meegemaakt, maar helaas vandaag, vanwege problemen van onze broeder en zuster in Paramaribo op Logron, kon ik niet bijwonen. Maar ik had gewoon het gevoel dat het goed komt. Meneer Adien. Ik sluit me aan bij mijn collega Stefan. We gaan nu 100% met volle energie zien in DNA, want we hebben u nodig. En het komend jaar, no time to lose, op naar 2025. Astrego Morofara. Thank you, thank you, thank you. Ja, wat kan ik eraan toevoegen dan alleen maar te zeggen het recht heeft gezegevierd. Ik had eerder aangegeven dat de rechtsstaat Suriname, het lijkt erop alsof de rechtsstaat Suriname in een coma is beland. Maar we zien dus toch, omdat wij in een rechtsstaat leven, dat wij ook het geloof hebben dat vrouwen justitia op de juiste momenten de juiste beslissingen zal moeten nemen. Ongeacht welke situatie dat ook zal zijn. En we verwachten ook niets anders. Ashwin, een zware last is van jouw schouder en van je vrouw. Iemand zei net, ga lekker rusten. Maar de rust die je zou nemen, betekent de rust op. Ik wil alleen meegeven dat Ashwin bekend staat als de tijger van Wanica. En men heeft de tijger van Wanica willen uitschakelen met zijn politiek proces. Elk weldenkend mens weet wat voor onrecht hem is aangedaan. Wel, de rechter heeft gesproken, recht heeft zegevierd. Hij heeft zijn vuurdoop ondergaan en hij keert terug in het veld als de tijger van Suriname. Want nu zal hij niet alleen Wanica aandoen. Hij zal heel Suriname aandoen. En strede strede, winosa vrede. Thank you. Oh, middag. Goedemiddag. Ook ik, Mako, goedemiddag. Ook ik, Mako, ben heel, heel, heel blij dat dit nu eens eindelijk tot het verleden is gaan behoren. Ja, ik ben heel blij dat het recht gezegevierd heeft. Want we weten allemaal wat er de afgelopen 3,5 jaar is gaan gebeuren. Tot op het hoogste niveau van dit land heeft men, voordat de rechter een uitspraak gedaan heeft, heeft men eigenlijk... die meneer, ja, meneer Adien, heeft men hem in een hokje geplaatst. U weet nog, toen de president kwam uitleggen van ja, die meneer is nu
Ik maak nu bekend dat die meneer nu is opgesloten. Ja, en dat alles heeft ons juist gesterkt om altijd pal als één man achter deze meneer te staan. Want zo zijn we het gewoon in deze partij. En we gaan hem blijven steunen. Ja, laat dat ook gezegd zijn. Ja, dit is mijn boodschap die ik wil geven. Dank u wel. Ja. Ik ben zeer dankbaar voor de ondersteuning die ik gekregen heb de afgelopen 3 jaar. Het was niet makkelijk. Ik kan de fractieleider nog herinneren. Hij was continu een beetje moed aan het inspreken. Maar maak je niet druk. Het komt goed. Zolang we ons goed voorbereiden, onze zuiverheid tonen in deze zaak, moet het goed komen. En vandaar dat ik ook blij ben, de uitspraak van de rechter op deze manier. En ik ben blij dat u vandaag hier bent om me te tonen van, u staat wel achter mij als het gaat om de last dragen die ik eigenlijk 3 jaar heb met mevrouw. Dus in die zin moet ik zeggen, hartgrondige dank. Ik ben al lang blij dat het een beetje voorbij is, toch? En, maar met jullie vieren, dat is het beste. Yeah. Dat is geweldig. Ik ga dit. Ja, we zullen afsluiten. Zeker wat de pers betreft. We blijven nog hier nog even. Belangrijk is dat we eigenlijk weer een mijlpaal hebben bereikt. Maar we moeten niet vergeten dat de strijd nog steeds voortgaat. Omdat wij nog steeds kameraden hebben die bezig zijn om strijd te voeren voor het onrecht dat ze wordt aangedaan op het ogenblik. Laten we ze niet vergeten. En we laten ze ook niet in de steek. We zullen blijven strijden samen met ze tot het recht zal zegevieren. En zij ook de erkenning krijgen. Die erkenning die vandaag de beurt is gevallen aan Ashwin. Wij geloven daarin. En het gaat ook komen. Ik wil van deze plaats uit, in ieder geval de mensen die hun tijd hebben genomen om vanmiddag hier te komen, om onze Adin de big up te geven, maar ook die eenheid te demonstreren wat de partij betreft. Nogmaals bedanken en wij gaan voort met de strijd. Het is een nationale strijd waarmee de partij bezig is. We hebben onze partijideologie en die gaan we niet aan de kant zetten. Voor niets en voor niemand. Ons doel is ons heilig en ons doel gaan we bereiken onder alle omstandigheden. En het maakt niet uit wat we zullen moeten inzetten, maar we zullen op een hele rechtvaardige manier onze middelen gebruiken om het doel te bereiken, om Suriname weer op het spoor te brengen, om de Surinamers weer gelukkig te maken. En een van de belangrijkste zaken waarvoor de partij nu gaat, is datgene wat nu kapotgeslagen is in onze in onze natie, namelijk die etnische verdeeldheid, de eieren die worden gezaaid op het ogenblik, of de zaden die men op het ogenblik zaait, heeft die eenheid in Suriname uit elkaar doen spatten. En wij van de partij, in ieder geval de ideologie die we hebben meegekregen van onze leider, we gaan ervoor zorg dragen dat bij verwerven van politieke macht, wij hierop gaan werken en het terug zullen brengen, zodat we met broeders en zusters naast elkaar kunnen leven in ons geliefde Suriname. Dank u. Ja, nu. Zo, dan gaan we door. Ja. Oké. Zo, hoe voelt u zich? Heel goed.
blij. Eindelijk dat het na 3 jaar voor mij case closed is voor hem ook. Nou, ik denk voor, als voor mijn vrouw sowieso. Zij heeft het meest moeten doormaken door het geheel. Ik denk ik zelfs minder dan zij. Ik denk dat haar bijstand, de familie, de partij, was onmisbaar. Ik bedoel, als je 3 jaar lang continu je reputatie wordt geschaad, het wordt slecht gecriminaliseerd en het wordt een slepend proces. Voor mij is mijn reputatie heilig en ik heb altijd gepleit voor integriteit in de politiek. En als men dan omgekeerd juist je zo probeert te schaden, dan doet het je wel wat. En ik denk dat met de uitspraak, de zekere opluchting is voor mij aan de ene kant. En die big up die ik kreeg hier van mijn partij, dat is zo ook belangrijk. En dan voel je dat er een grotere familie is dan je eigen familie die achter je staat en om je geeft. Ik wil van hieruit ook de media bedanken. Ze hebben de zaak op de voet gevolgd. En laat men de verslaggeving ook doen. Laat de gemeenschap ook weten. Toch? Ik vind het jammer alleen dat het op deze manier moest gebeuren. Want ik zeg, als het voor ambtsdragers zo kan gebeuren, wat is het voor de kleine man? Weet je, dan voelt de kleine man en de gewone burger ook een zekere rechtsonzekerheid. En als dat weggewerkt is, ik heb een oproep gedaan aan het Openbaar Ministerie. Ik heb de rechters bedankt voor de erkentelijkheid. Dat ze toch wel de naam van de rechterlijke macht hoog hebben proberen te houden. Om te zeggen, ze weet zo'n duidelijke case, laten we recht spreken. En het Openbaar Ministerie zou dat voorbeeld moeten volgen en zeggen van luister, laten we die mensen niet in onzekerheid laten. Dat is enig het beroep dat ik doe. En het politiek voeren, zeg ik, heb ik vanmorgen ook gezegd. Deze manier van politiek voeren dat ik persoonlijk heb meegemaakt. Ik vraag de mensen, laten we op een beetje niveau blijven. Op een niveau politiek voeren. En dat gaat alleen maar beter zijn voor de komende generatie. Dat wil ik. Wat was de ten laste legging weer en hoe luidde het vonnis? Men had dus 5 ten laste leggingen. 1 was vervalsing. En valsheid in geschriften en had je uitlokking voor vervalsing. Valsheid. Je had ook verduistering en dan verduistering in vereniging en vernieling. En de rechter heeft duidelijk in alle cases aangegeven hoe dat niet standhoudt. En dat vrijgesproken, en dat noemen we dan een integrale vrijspraak. Of een vrijspraakvonnis zou je kunnen zeggen. Wat nu? Nou, nu is het aan de ene kant een opluchting. De gemeenschap goed informeren via uw media en andere media. De zaak goed informeren en verder gaan. Er is nog heel veel te doen. We zijn elke dag bezig met mensen die het moeilijk hebben. Dat blijft maar gebeuren en je wil nu de gemeenschap richting een nieuw perspectief. Wat gaan we nou doen om uit deze situatie te geraken? Toch, zonder te veel frommel dingen vertellen en allerlei zaken die nu op ons afkomen, halve waarheden en zo. Laten we de mensen duidelijk signaal geven van wat er precies gaande is. Laten we transparantie geven zodat we ook weten hoe we het kunnen oplossen. En ik denk dat we de oplossing hebben. We hebben delen van de dingen gezegd, maar naarmate de verkiezing nadert, gaan wij meer in de media treden om te zeggen, luister, zo gaan we dit land eindelijk uit de situatie halen waarin wij beland zijn. Dit sterkt de NDP? Ja, ook zeker, zeker, zeker. Ik denk van wel, als de mensen hier zijn om me te ondersteunen, dan voel ik me niet alleen gesterkt. Ik denk dat zij zich ook gesterkt voelen in wat er gebeurd is vandaag. En dat geeft mij alleen maar kracht en meer momentum. Nog iets te vertellen? Nee, het enige is dat ik blij ben. En we willen iedereen bedanken voor de ondersteuning. Ja. Hartelijk dank, Annelien. Dank u. Ja, dat is een beetje 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 een beet